Nou, goedemorgen. Vandaag is de finale dag. We zitten in de lobby. Boys, vandaag winnen. Kai, heb je een goed gevoel voor vandaag? De derde en vierde plaats zijn nu bezig. Het is wel aardig druk. Weertje zit ook gelukkig goed mee. De laatste paar dagen was het heel erg regenachtig. Daar staan de kinderen al. We gaan dadelijk shirtjes en voetbalschoenen weggeven. Zoals je ziet staan onze fans al klaar. Carlo! How are you? Yeah, I'll see you next year. Yeah. En ja, we zijn er klaar voor. Hallo, we geven hier thermos weg, shirtjes, sokken. Dus zijn we aan het kijken naar chaos, er is wel chaos. Het wordt echt gefixt. We proberen een oplossing te zoeken. Wat er ook gebeurt, blijf er altijd in geloven. We gaan er alles aan doen om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Maar gewoon uitgaan van eigen kwaliteit. Voor elkaar willen werken, voor elkaar willen zijn. En sta je straks met die beker in je handen. Daarvoor doe je het allemaal, toch of niet? Ja. Kom op, boys. We hebben helaas de finale verloren van Club Brugge, maar ik denk dat we alsnog terug kunnen kijken naar een mooie ervaring. Ja, zonde, maar ja, we hebben hard geknopt. We zijn weer 1-2 geworden. Dus nu gaat de blik weer op naar de competitie en de tantenboos, hè? Nederland. Dus ja, bouwen we dit. We zijn nu aangekomen bij Mandela Square. Dat is een heel groot winkelcentrum. Quinn, hoe vind je het hier? Ja, het is wel mooi, man. Het is heel anders dan waar wij zitten bij het resort, bij het hotel. Daar is heel veel ambte als je dan dit ziet. Dus, maar een week met alleen rijst en kip eten. Gaan we nu even lekker vet eten. Lekker, man. Ja, we gaan nou het vliegtuig in, onderweg naar huis. Sjoe heeft zijn slaap outfitje al klaar. Sam, wordt het een fijne reis? Gaat het laten zien. Nou, ik zie je morgenochtend. Ik zie jullie zo. En daar zijn we dan. We zijn weer terug. Je heet toch? Lekker weer thuis. Remco, goede vlucht gehad. Ja. Bijna geslapen. Volgens mij ben ik niet steeds slapen in het vliegtuig. Maar ja, voorspoedig gegaan. Yeah!